Hoe houd ik mijn salesmensen gemotiveerd in een zware tijd waarin sales lastig is? Hey, dit is SalesTalk. Ik ben Massimo Realty. En we gaan vandaag alle vragen beantwoorden van marketing en salesmensen. En ook vandaag hebben we weer een uh, hele interessante vraag. En die gaat over het motiveren van salesmensen. Hoe houd ik mijn salesmensen gemotiveerd? In een zware tijd waarin sales lastig is? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat, uh, niet alleen met, uh, dat je niet alleen met targets natuurlijk voor de rest kunt motiveren, maar dat je zeker als salesmanager veel meer zou kunnen ondersteunen. Ondersteunen aan de, wat de toekomst van sales en marketing biedt. He, dat, dat marketeers en salesmensen gaan samensmelten. De zogenaamde, wij noemen het smarketeers. Je wordt smarketeers. En dat betekent dus ook dat je er meer in je zult moeten verdiepen. Waar gaat het naartoe? Hoe komen we makkelijker in contact met de doelgroep? En vooral veel specifieker worden. Wat je nu ziet in B2B bedrijven met wat complexere buying journeys, dus wat complexere producten, dat ze de sales professionals veel specifieker zetten op de doelgroepen, waardoor ze ook makkelijker in contact gaan komen. Probeer daar als salesmanager veel meer in te verdiepen wat die Digital Sales Transformation en social selling voor ze kan betekenen. Neem je mensen mee. Zorg dat ze exact weten wat de doelgroep aan het doen is en wat de doelgroep als uitdaging heeft. Oké, okay, heb jij een vraag voor de Sales Talk? Laat het weten hieronder in de comments of op mijn kanaal op vendigi.nl of op de Modern Seller. Oké. Okay. Ik zie je snel. Ciao, ciao.